Matchracen is een 1 tegen 1 spel. Je begint al voor de start met proberen controle over de andere boot te krijgen. Maar maak je gebruik van heel veel regels en moves en dergelijke. Mekaar de pas afsnijden, wind afnemen. En dan is het uiteindelijk, ja, je hebt een winnaar en je hebt een verliezer. En daardoor is het een veel harder spel eigenlijk. Ja, we hebben een hele heftige periode achter terug. Eigenlijk al vanaf vorig jaar aan het eind eigenlijk. Ja, ik denk dat de reden al helemaal aan het begin ligt. Dat het daar misgegaan is. We zijn de campagne gestart zonder coach op een gegeven moment. Met twee losse teams. En toen is daar op een gegeven moment de coach bij gezocht. Dat werd Maurice weer. Daar hebben we toen allemaal voor gestemd. Dat ging op een gegeven moment mis. En nu zijn we, ja, wel weer met een team van 6. Nieuwe coach, nieuwe meiden ook. En ja, ik wil nog steeds dolgraag zeilen, dat is het enige wat ik wil. Elke ploeg heeft een geschiedenis. En die van de Matchrace ploeg was mooi en niet zo mooi. En ik heb de vraag gekregen of ik mijn cv wou insturen en mijn die job uiteindelijk aan te pakken. Ik heb heel hard proberen om een goed project op te stellen. Om zoveel mogelijk van die meisjes dat uiteindelijk in die ploeg alles zat. Om zij terug te zetten in die boten en te beginnen trainen. Dat hebben we samen met Klaartje gedaan. En uiteindelijk is dat gelukt. We hebben iedereen meegekregen, behalve Brechtje. Zij was al gestopt daarvoor. En voor het heel kort te houden, dat was niet simpel. En dan moet je zorgen dat je je motivatie weer terugkrijgt. En af en toe moet je daar tegen kunnen en wel weer verder gaan. En je krijgt best wel kritiek natuurlijk over je heen. Je gaat het niet goed doen in het begin. Dus dat is ook goed om daarmee om te leren gaan. En voor jezelf op te komen. En want als je in een groep bent, dan moet je wel weten wie je bent en wat je wil. Ja, toen Mikke als nieuw als coach kwam, moest ik heel erg eerst de kat uit de boom kijken. Ik moet zeggen, na het vertrek van Maurice geloof ik niet dat er ooit nog een coach zou komen die zo goed was. Want ik had zoiets van, nou, Mikke, begin. Ja, ik wist niet zo goed wat ik van hem moest verwachten. Het was ook in het begin heel onduidelijk. Hij redde ons eigenlijk een beetje uit de put. En was in het begin helemaal niet duidelijk dat hij onze nieuwe coach ging worden. Totdat ik een beetje merkte, nou, volgens mij wil je dit wel langer doen. En ja, dat heeft best wel lang geduurd voordat ik zelf er ook open voor stond om een nieuwe band aan te gaan. En ja, vanaf dat moment hebben we elkaar goed leren kennen en dan respecteer je elkaar ook. Deze coach is natuurlijk anders. Elke coach is anders. Maar ik denk de werkwijze is wel heel erg hetzelfde. Ik bedoel, we werken hard, we trainen hard, er wordt niet geklaagd. En dat gaat gewoon heel erg goed. En natuurlijk moet je aan het begin een beetje aftasten. Maar ja, dat is ook als je met nieuwe mensen in een boot stapt, moet je ook altijd een beetje aftasten van wat werkt niet. En ik denk dat we dat gevoel hebben we inmiddels met z'n allen goed gevonden. Ja, zeker. Hij stimuleert dus heel erg daarin. Ja, hij is wel. Hij is echt altijd vrolijk en altijd energiek. Ik snap echt niet hoe die jongen aan zoveel energie komt. Want Mick is wel een aparte coach. Want hij is heel erg. Hij zegt alles. Hij is heel erg explosief af en toe, de trainingen. Laat ons duidelijk zijn. Ik hoop dat iedereen beseft dat we dit niet voor de lol doen. Ik heb geen zin om mijn eigen job te verpesten door mensen uit het ploeg te zetten of in het ploeg te houden dat niet moet zijn of niet iets bijbrengt op training of reizen. En dat komt misschien raar over voor de gewone mens of dat alle inzicht niet hebben hoe dat allemaal gebeurt. Maar dat is heel eenvoudige criteria dat we gebruiken voor te zien welke combinatie gaan we opstellen. En soms kan mensen zeggen, oh, maar ja, ik ben veel beter. Maar ja, op die moment is die meisje niet de juiste persoon voor het team verder te ontwikkelen. En kan ze niet een beetje de teambelang eerst zetten, dan is ze ook uiteindelijk niet de juiste mens voor het team dat uiteindelijk de medaille gaat pakken. Zo simpel is het. Ja, de communicatie in de boot is super belangrijk. Dat is ook echt iets waar ik op dit moment heel erg mee bezig ben om dat te verbeteren.
dat de andere twee, ik ben een stuurvrouw en dat de andere twee aan boord echt weten wat ik van plan ben. Dat daarop ingespeeld kan worden en dat je niet voor verrassing komt te staan. Ja, ik denk dat zelfkennis heel erg belangrijk is in sport, zeker in het zeilen. En zeker met matchracen waar het kleinste foutje is goud of niks. En we hebben nu ook van die camerabrillen waar ook geluid gelukkig bij zit. Dus dat is heel goed om terug te kijken en vooral te luisteren wat er nou gezegd wordt. En dan hoor je heel vaak dat inderdaad gewoon wat iets zeggen helemaal niet gehoord wordt voor in de boot en dat soort dingen. En dan denk je, oh, ik moet dus harder praten, duidelijker communiceren. En daar kan nog heel veel winst aan. Ja, het gewicht is bij ons in het team een heel groot issue. Maximum gewicht wat je met z'n drie mag wegen is 204 kilo. We hebben dat heel lang ontkend, heel lang gedaan dat we het met kracht en conditie wel konden opvangen. En met 190 kilo redden we het wel, want ja, we zijn toch allemaal niet heel erg lang. Maar nu hebben we er toch aan moeten geloven. En eigenlijk sindsdien gaan we gewoon een stuk beter. Nu we gewoon met z'n allen op gewicht zijn. Mijn begingewicht was 48 en ik moet naar de 62 en het liefst meer. Ik moet afvallen. Ik ben net 5 kilo afgevallen en ik moet nog 2, geloof ik. Ik ben natuurlijk best wel lang op zich. Nou, best wel lang, redelijk groot. En in het midden moest ik wel aankomen. Het midden moet altijd best wel zwaar zijn. Maar nu ben ik voordekker en dat is wel lekker. Dan kan ik gewoon een beetje op mijn normale gewicht blijven en dat is ook mooi. Dat was tegen mij gezegd, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Ook van die meisjes en sommigen zijn uiteraard in zijn eigen geloof gaat dat heel ver. En ze halen ook advies van links en rechts. Maar ik vind dat Françoise en Patrick en Armand, onze sportarts en diëtist en nutritionist, hoe zeg je dat in het Nederlands? En fysieke trainer doet daar een enorm goede job in. En de steun van NOC is daar echt goed. Dat is niet simpel om 10 kilo aan te komen. En wanneer dat wordt gezegd tegen u, dat kan. En als vrouw dat gaat doen, dat is niet simpel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat we toch bergen hebben verplaatst op die gebied. Het is wel zeker van vorige keer geleerd. Van een maand voor de Spelen bekendmaken was toch een beetje kort. En eigenlijk vooral voor het matchracen. Ik denk in de inleiding met fleetracen, dan is de samenwerking tussen de drie qua boten iets minder essentieel. Maar het matchrace moet je gewoon kunnen lezen en schrijven met elkaar. Je moet gewoon weten wat, helemaal weten van wat de ander doet. En dat moet je niet meer hoeven te communiceren, want dan ben je gewoon te laat in het matchrace. Ik denk dat eind februari dat het een goede tijd is om het team bekend te maken. We hebben het altijd mooie gesprekken. We hebben altijd lol gehad van dag 1. En ik heb daar zeker veel plezier in. En ik denk ook dat de meeste meisjes daar enorm zin in hebben. En u merkt dat ook op die trainingsintensiteit en hoe ze elkaar steunen. En elke keer dat iemand de groep hebben verlaten of gekomen, vind ik dat de groep sterker is gemaakt door juist die teamgevoel. En dat duurt ook heel lang voordat je dat kan creëren. En dat die normen juist liggen binnen de groep om op de juiste manier met elkaar om te gaan. Als je aan zo'n project begint, dan denk je wel van oei, hoe zal dat gaan? Maar we hebben eigenlijk een hele leuke groep, heel veel verschillende karakters. Wat elkaar leuk aanvult en dat gaat eigenlijk goed. We maken elkaar vooral sterker, niet zwakker door moeilijk te gaan lopen doen tegen elkaar. En ik had niet een indruk dat iedereen het opving, oh, weer iemand erbij komt, weer concurrentie. Maar iemand die het leuk vonden om nieuw iemand, een jong iemand, want nu is het een beetje, we hebben natuurlijk wat meer mensen die met ervaring, zoals Mandy, zoals Merel, zoals Maaike, en we hebben zo Stop en ik, die zijn heel erg jong. En Lieske is natuurlijk ook, die heeft natuurlijk ook al een project gedaan. En ik denk dat iedereen wel leuk vond om dat een beetje te combineren. Het jongere talent en dan mensen met ervaring, ik denk dat dat een goede combinatie is. Als team groeit enorm hard, zeker nu met de komst van die drie jonge meiden erin. Dat gaat echt per week groeien we gewoon in matchrace kennis, in boothandling, in skills. En dat is heel mooi om mee te maken. En het leuke daarin is dat als een deel van het team zo hard groeit, moet je gewoon mee. Weet je, die stappen moeten gewoon gemaakt worden. En dat is heel bijzonder om te zien. Echt heel mooi om daar een onderdeel van te zijn. Af en toe heb ik een gevoel van, ik zie ze zo mooie dingen doen. En ik zie iedereen individueel zo'n mooie weg afleggen. En ik wou dat mensen daar meer van kon zien. En dat het meer op tv was, dat mensen echt kon genieten van hoe goed dat ze zeilen. En zelf zoals nu, vandaag,
wanneer we dan misschien een slechte dag hebben gehad of slechte twee dagen in een Proper Regatta, is nog altijd het gevoel binnen de groep dat shit, we hebben nog zoveel geleerd, we staan nog een stap verder en dat is nooit simpel om met alles te omgaan, maar ik ben enorm trots, ja.